Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin ik ga kijken wat dat de boodschap is van Spirit, van wat is het universum, wat is de boodschap dat op dit moment mag meegedeeld worden en specifiek gericht op spirituele groei. Dus dat gaan we nu gaan bekijken. Er is ook een uitbreiding, dus een verdere verdieping van deze video. En dat kan je dan aanschaffen mocht je dat wensen via de linkjes onderaan deze video. En daar gaan we dan verder nog gaan kijken van wat dat de les is op dit moment, wat de onbewuste schaduw is en wat het advies is. Dus op welke manier dat je dan kan met die schaduw omgaan. En dat je weet op welke manier dat je eigenlijk met de les, hoe dat je die op de beste manier kan leren, ervaren en eigenlijk op de meest efficiënte manier er doorheen gaan, zonder te veel kleerscheuren of herexamens, laat ons zeggen. Dus, laat mijn zilver kanaal zijn voor de boodschappen die vandaag mogen gebracht worden. Wat mogen we vandaag meegeven en leren inzichten brengen rond spirituele groei? Dank u. En deze weer terugleggen. En ik ben eerst misschien naar. Oh, oké. Okay. Maar het eerste dat we krijgen is Healing the Heart. En als je al eventjes bezig bent op die spirituele groei, dan ga je ook wel weten en begrijpen wat de reden daarvan is. Namelijk, de wanneer dat we doorheen dat bewustwording gaan, dan helen we eigenlijk ons hart. Wanneer dat je op pad van een tweelingvlam loopt, dan komt je tweelingvlam in je leven om je te helpen nog verder en dieper helen van wonden dat je hebt. Ze helpen jou om de copingmechanismen, de verdedigingsmechanismen, de beschermingsmuren die je opgebouwd hebt om jouw hart heen, om die volledig echt tot op je naakte ziel, om die volledig te gaan afbreken en te gaan helen. Waarom? Omdat het belangrijk is wanneer je dat hoger bewustzijn wil volledig gaan integreren in je fysieke lichaam en van daaruit leven wil vormgeven, dat je eigenlijk pas op dat moment een volledig zuiver kanaal kan zijn voor die onvoorwaardelijke liefde. En op dat moment ga je ook zien dat alles wat in je leven gebeurt, elk obstakel, elk probleem, elke persoon, elke situatie, de plaatsen waar je woont, de plaatsen waar je naartoe geleid wordt, het werk dat je hebt gehad of wilt naartoe getrokken wordt, dat die allemaal er ook zijn om jou nog verder in die groei en die hartheling te gaan doen. En dus daarom is het ook belangrijk om te leren. Daarom maak ik ook deze video's om jullie inzichten te brengen en om jullie te leren, die know-how te geven, die kennis te geven over hoe doe ik het dan? Hoe ga ik dan op een andere manier, dus vanuit dat hogere bewustzijn, mijn leven gaan vormgeven? Hoe ga ik op een andere manier dingen gaan begrijpen, gaan interpreteren? Want wanneer je blijft doen vanuit jouw ego-gedragen bewustzijn, dan gaan er heel veel dingen zijn waar je zodanig veel angsten voor gaat voelen, dat je eigenlijk jezelf gaat gaan blokkeren in plaats van. In plaats van jezelf nog meer te gaan openen. En je ziet, hier legt zij haar hart op de hoogte van haar fysieke hart, maar hier heb je ook nog een hart. Dus voor degenen die wat kennis hebben rond het chakrasysteem, weet dan dat je hier ter hoogte van je hart een hartchakra hebt. Je hebt ook nog een hoger hartchakra, iets erboven, maar ook boven je hoofd, dus hoger dan het kroonchakra, ook daar zijn er hogere hartchakras. En naarmate dat je verder in die evolutie zit en nog meer dat hogere bewustzijn gaat gaan integreren, dan ontstaan er ook verbindingen tussen jouw lagere hartchakra en je hogere hartchakras. Als je dan nog niet veel van op de hoogte bent, dan raad ik ook aan om mijn boek te lezen, 96 Vlammen. En deze videoserie die hier op YouTube staat rond het werken met vlammen en rond de verschillende fasen van ascensie. Omdat ik daarin ook uitleg dat er meer chakras zijn dan bijvoorbeeld de 7 of zelfs de 12, wat dat de merendeel van de mensen ondertussen al weten. Op dit moment zijn er 64 chakras actief en dus mogelijk om geopend te worden. En dus afhankelijk van waar je staat in je groei, gaan er telkens meer en meer chakras geopend worden. Maar dat wil dus ook tegelijkertijd zeggen dat we dieper nog in de healing geduwd worden.
Omdat we dan op dat moment nog meer een zuiver kanaal worden om van die onvoorwaardelijke liefde en de energie, dus de diamanten energie van de bron, om dat via onze fysieke lichaam door ons heen te laten stromen. Ja, ik moest eventjes mijn video stopzetten, want mijn stofzuiger had weer een obstakel dat hij niet kon nemen op zichzelf. Dus ook hier laat het universum zien dat we ons mogen en eigenlijk moeten laten bijstaan door mensen die het pad al gelopen hebben, die al een stukje verder staan op dat pad en die zodanig dat jij kan ook leren van de inzichten dat zij hebben. Je hoeft het niet allemaal alleen weer allemaal heruit te vinden. Misschien moet ik een serie maken over mijn stofzuiger, want die heeft echt hilarische verhalen. Maar, dus, verder gaande. Hoe meer is dat je jezelf uitzuivert, hoe gemakkelijker dat gaat zijn voor jouw ziel om eigenlijk doorheen jouw leven te gaan stralen. Om eigenlijk in jouw fysieke wereld veel meer ook te gaan werken als een magneet voor jouw wensen, voor de mensen waarmee je wil gaan samenwerken, voor de mensen die jouw klant bedoeld zijn, die eigenlijk zitten te wachten op jouw boodschappen, op jouw video's, op jouw blogs, op jouw diensten, services, wat dan ook. Want we hebben eigenlijk met al onze klanten, met al jouw volgers, heb je eigenlijk een zielsafspraak. Een zielsafspraak zodanig dat jij een aantal informatie, een aantal codes, lichtcodes, healing, wijsjes gaan meegeven, doorgeven, zodanig dat zij weer een puzzelstukje in hun proces ontvangen en hun taak weer kunnen gewoon verder doen. En dat is hetgeen wat deze kaart ook toont, want ik voel dat ik hem hier ook tussen mag leggen. Birds of a Feather. Dat je ziet hoe dan die vogels hier eigenlijk wat samen komen en dingen uitdelen. En dat is hetgeen waar dat uiteindelijk ook spirituele groei over gaat. Spirituele groei gaat niet enkel maar alleen over jou. Ja, in eerste instantie wel. Maar tegelijkertijd door in je eigen kracht te stappen en eigenlijk je eigen licht te omarmen, dan aan je eigen uniciteit, je eigenheid te gaan ontdekken. Hè? Want dat is hetgeen wat ze zeggen doorheen de verschillende kleuren die je hier ziet. Hoe meer dat je nog je authenticiteit gaat kunnen laten doorstralen. En het is net die authenticiteit, gewoon jezelf zijn. Geen rollen, geen maskers meer. Die er gaat voor zorgen dat jij de juiste dingen gaat aantrekken. Dat je in de juiste frequentie gaat komen om je wensen aan te trekken. En dan ga je zien dat de Rose's Kiss hier. Dan ga je zien dat het leven jou de vruchten gaat brengen. Dat je echt gaat kunnen genieten van de geur van de rozen. Dat inderdaad, dat je gaat kunnen genieten van de mooie prachten van de aarde. Zoals een lieve geersbeestje. Gisteren was er ook een lieve geersbeestje. Ik was samen met buren, bij buren wat aan het praten. En er was er ook constant voortdurend een lieve geersbeestje die op ons lichaam kwam zitten. En op de tafel en in ons haar. En het was mooi om te zien hoe dat dieren, of dat nu een bij is, of een duif of een worm of een spin, zij hebben elk ook allemaal een collectief bewustzijn. En dus ook zij zijn verbonden met de eenheid en met het bewustzijn waar wij ook mee verbonden zijn. Dus dat betekent ook dat je via jouw dieren ook informatie kan ontvangen. Iedereen heeft ook zijn eigen krachtdier. Iedereen heeft ook zijn eigen beschermengel, zijn eigen team. Maar het kan zijn dat je ertoe geleid wordt om bijvoorbeeld meer met dieren te gaan verbinden doorheen je spirituele groei. En als je die nudge, die zachte duw daarvoor krijgt, volg dat ook, luister daar ook naar. Want je gaat altijd informatie en inzichten en codes ook ontvangen op die manier. En vaak gebeurt het ook op manieren waar we dat niet altijd goed begrepen of niet altijd goed weten hoe en wat het gebeurt. En dan, hoe meer hij dat gaat gaan doen, dus hoe meer hij dat hogere bewustzijn gaat leren op een goede manier vorm te geven in je leven, hoe meer dat je gaat kunnen intappen op die oneindige mogelijkheden die er zijn. Vanuit je verbinding met je hogere zelf, vanuit de verbinding met je ziel, vanuit de afstemming en verbinding met je hart, wat dat eigenlijk de verbinding is met je ziel, hoe meer dat je aan staat gaat zijn om die oneindige mogelijkheden te gaan zien, te gaan voelen, leiding te krijgen. En hoe meer je dan ook effectief dan die stappen gaat zetten, hoe meer je ook dan letterlijk bewezen gaat krijgen in je realiteit, dat dat inderdaad de weg is die je mag gaan bewandelen en mag gaan lopen. Dan gaan we aanvullen met
extra boodschappen. We zien wat zijn nog boodschappen van spirit met betrekking tot spirituele groei. Wat mag er nog meegedeeld worden? Voor mij is het ook behulpzaam om dat eens op deze manier te doen, want er zijn zoveel dingen te zeggen, te leren, mee te geven, dat het voor mij ook handig is dat mijn team mij ook leidt doorheen de kaarten, zodanig dat ik ook weet, oké, dit mag vertaald worden en dit is de boodschap die nu op dit moment belangrijk is voor de meeste mensen. Want op den duur, als je zodanig veel weet, dan ligt alles zo eenvoudig en zo als vanzelfsprekend, maar daarom is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend natuurlijk. Dus vandaar zijn, zoals ik al 1000 keer gezegd heb, orakelkaarten, tarot, dat is een hulpmiddel. Een hulpmiddel om inzichten te krijgen rond schaduwen, rond stukken dat we onbewust erover zijn, die we eigenlijk echt niet weten. En wanneer dat je dan inzichten krijgt via channeling of via de tarotkaarten, dan kan je ze via de universele vlammen eigenlijk ook onmiddellijk weer meer gaan transformeren en gaan transmuteren. En dan krijgen we hier, we gaan ze ook een volgorde nemen. De eerste dat we krijgen is spirituele evolutie. Set your heart free. En dat is echt volledig dezelfde boodschap als deze kaart. Spirituele evolutie, spirituele groei gaat namelijk over het vrijmaken van je hart. Over veel meer die vrijheid omarmen. Om veel meer vrijheid te creëren in jouw leven. En dat gaat jou dan overvloed brengen. Want dat is hier 35, 3 en 5 is 8. 8 is verbonden met overvloed. Overvloed op elk vlak van je leven. Maar terwijl je bezig zit en doorheen die groei gaat, is het belangrijk om je eigen energie te gaan beschermen. En dat betekent niet dat je moet bang zijn van anderen of van andere energieën of negatieve energieën of entiteiten of wat dan ook dat er soms verteld wordt. Want jij, wanneer je verbonden bent met je hart en je hoger zelf en je ziel, dan ben je altijd energie veel hoger en veel krachtiger dan al die andere lagere energieën. Het enige wat ze kunnen doen, is dat ze jou kunnen uitputten en vermoeid maken. Dus daarom is het belangrijk om je energie te gaan beschermen en heel bewust om te gaan en bewust te zijn met wie dat je omgaat, naar welke situaties, waar dat je woont. Kijk, waar dat ik nu woon, dat heeft me 2 jaar lang een dienst gedaan. Dat heeft me 2 jaar lang geholpen. Maar nu voel ik de laatste maanden dat het tijd is om weer verder te gaan, om weer naar een nieuwe plaats te gaan. Ik heb hier de dingen gedaan dat ik moest doen en omgekeerd. Ik heb hier ook de dingen gehaald uit deze situatie, uit deze woonplaats, uit deze woning, dat ik nodig had. En dus het is belangrijk om daar naar te luisteren en om iedere keer vanuit een hoger standpunt, vanuit een hoger view, te kijken onder het oppervlakte. Dus te kijken, verder te kijken naar de dingen die je eigenlijk in eerste instantie maar ziet. En dat is hetgeen dat er ook staat. Look beneath the surface. Waarom? Omdat je, wanneer dat je eigenlijk dan al die distractions, ja, dat is nadeel van een Engelstalige tweelingvlam te hebben. Dan gaat Nederlands en Engels helemaal door elkaar. Zelfs mijn kinderen spreken dan Nederlands en Engels door elkaar. Was wat. That's what, hoe dat is. Maar dat is hoe meer dat je die afleidingen gaat gaan kanaliseren en op een goede manier gaat gaan de schifting eigenlijk gaat gaan maken en gaat zeggen, oké, daar besteed ik mijn aandacht aan, dat niet. Hoe makkelijker het ook gaat zijn om jezelf te gaan afstemmen met het volledige universum. En dat is dan weer die hogere zelf en je eigen leiding, je eigen team, je eigen ziel. Want uiteindelijk gaat het daarop. Dat is je grootste taak en grootste opdracht. Nu, in de volgende video gaan we kijken van wat dat... dus ik bedoel, in de uitbreiding aan deze video gaan we gaan kijken van wat dat de les is. En dus wat dat de schaduwen zijn. En advies hier ontgaande. En daarvoor ga ik al de kaart trekken. En dan de uitleg ga ik dan in de andere dingen geven. Oeh. Deze niet. Dat zijn er 4 en ik hoor nog 1. Het zijn er nog 2, alle 2. Ja, oké, okay. Alle 2, maar ze horen samen. Voilà. Dat is dan dat. Daar gaan we straks mee aan de slag. En voor degenen die niet mee verder gaan naar de video, wil ik nog een advieskaart geven. Wat is het advies voor degenen die niet verder meegaan in de volgende video?
Dus als je die uitbreiding, voor mensen die dat nog niet kennen, dus als je de uitbreiding wilt bekijken, dan klik je op de link, dan kom je naar de betaalpagina. Dan is €11, 11 voor de uitbreiding, omdat dat helpt, mij ook helpt om verder zoveel mogelijk gratis content en informatie en lessen te leren. Dus als je mij op die manier wilt steunen, dan zou ik dat natuurlijk ook heel fijn vinden. En dan na de betaling krijg je eigenlijk onmiddellijk de link. Dat is ook een video die ook op YouTube staat, maar via een verborgen link. Dus kan je eigenlijk de video onmiddellijk bekijken nadat je betaald hebt. Voor deze video zijn er geen termijnbetalingen, maar wel voor alle andere programma's en trajecten. Zelfs voor de videoserie. Die maar 33, slechts €33 is, of zoiets, heb ik ook een termijnbetaling opgezet, maar voor deze video's is dat natuurlijk veel te veel gedoe voor hetgeen wat uiteindelijk maar €11 is. Dus. Boodschap voor degenen die niet meegaan naar de uitgebreide video is: het verleden zegt niets over wie dat je bent, het maakt je enkel sterker. Het is jouw keuze hoe dat je kijkt naar de wereld. Kijk vanuit liefde en het universum zal je alle liefde van het universum tonen. Ware liefde gaat over het hart en de energie, nooit over woorden, fysiek contact of materiële geschenken. En dat is ook zo. En soms doen we alsof omdat we de werkelijkheid vrezen. En dat is hetgeen wat we heel vaak zien, zeker mensen die nog niet op dat spirituele pad lopen, die nog niet wakker zijn, dat ze doen alsof. Want als ze moeten beginnen toegeven dat ze eigenlijk altijd een leven geleefd hebben die hen niet de vervulling brengt, dan moeten ze ook toegeven dat eigenlijk hun ganse leven tot nu toe één grote leugen was. En dat vraagt natuurlijk om dan daarin een aantal verantwoordelijkheden te nemen. En dat is nog niet altijd evident voor de meeste mensen. Ik hoop dat je alvast hier toch al heel wat inzichten hebt mogen krijgen van Spirit over spirituele groei. Wil je nog verder van wat dat nu te weten, wat dat nu op dit moment de grootste les en schaduw is? En ook daarin advies krijgen welke vlammen en op welke manier je verder kan gaan werken? Dan zie ik je zo dadelijk in de uitgebreide video. Daag!